Overwogen in die periode om echt te stoppen? Ja. Wel dichtbij, hè? Ja. Ja, nee, het was wel inderdaad wel een heftig jaar. En tegelijkertijd zeg ik er wel bij, het is voor heel veel boerenfamilies op dit moment ook heel heftig. Hè? Die gewoon heel nuchter hun werk willen doen. En heel graag ook de agrarische sector willen verduurzamen. Want dat is gewoon nodig. Maar ook al een overheid tegen zich hebben staan die ja, keer op keer niet heeft geleverd. Maar ook een consument die wel zegt van we willen allemaal duurzamer. Maar in de supermarkt toch altijd het goedkoopste product kopen. Dus het is een hele ingewikkelde spagaat waar we in zitten. Ja, en dan ben je heel erg... dan sta je open voor makkelijke oplossingen die er gewoon niet zijn op dit dossier. En dat is wel heel frustrerend. En dat zorgt voor heel veel wanhoop en woede en nou ja, ook wel wat we net hebben gezien. Maar het blijft de moeite waard om inspanningen te leveren om dit tot een redelijk einde te brengen. Het wordt ontzettend moeilijk en ingewikkeld, maar het moet. Ik ga het mezelf niet vergeven als ik zo meteen oud en versleten in het bejaardenhuis zit en dat ik denk, nou, ik ben weggelopen. En ik geloof ook dat het kan, dat we hieruit kunnen komen. Want de status quo, dus stel je gelooft niet in het stikstofprobleem. En je zegt, joh, dit is allemaal één groot complot of het klopt allemaal niet. Stel, we negeren dat helemaal. Dan is er ook nog een heel groot economisch probleem voor boeren. Dat jij als gemiddelde melkveehouder je bijvoorbeeld 4, 5 miljoen euro in de schulden moet steken, 80 uur in de week moet werken, van iedereen de schuld krijgt dat alles naar de kloten gaat. En als het allemaal mee zit, dus een hoge melkprijs en een lage voerprijs, en je houdt daarna aan het einde van de dag een modaal inkomen over, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus dat hele systeem klopt gewoon niet meer.